Vrachtbedrijf Pico heeft een chartervliegtuig ingehuurd bij TUI om een oplossing te brengen voor de gestagneerde luchtvracht. Het gaat hierbij om luchtvracht van en naar Nederland. Dit besluit heeft Pico genomen in samenwerking met haar Nederlandse counterpart Suriname Air Cargo. Otto Beek, directeur van beide bedrijven, zegt dat hij in deze tijd van crisis zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nemen. Beek zegt dat zijn bedrijven zowel particulieren als bedrijven een helpende hand willen toereiken. Hij denkt vooral aan familiegeschenken en medicijnen. Ook groente- en fruitboeren die exporteren worden hiermee geholpen. De chartervlucht vertrekt 29 april vanuit Amsterdam en gaat terug op 30 april vanuit Suriname.